Dames en heren, hartelijk welkom bij deze bijeenkomst over dieren en de boekpresentatie van het boek Animals in Dutch Travel Writing van 1800 tot heden, dat ik samen met collega Esther Op de Beek heb samengesteld. En het is uitgegeven door Leiden University Press. Mijn naam is Rick Honings en net als Esther ben ik verbonden aan de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden. En in Leiden besteden we veel aandacht aan reisliteratuur. Zowel in onderwijs als in onderzoek. En zowel met betrekking tot koloniale reisliteratuur als meer recente reisliteratuur. Zo wordt in Leiden het project Voicing the Colony, Travelers in the Dutch East Indies uitgevoerd. En is er ook in 2020 een Center for Dutch Travel Writing Studies opgericht, dat zich ten doel stelt om het onderzoek naar reisliteratuur aan te moedigen en samenwerking te bevorderen. En in dat kader verschijnt ook vandaag het boek Animals in Dutch Travel Writing. Ik laat het alvast eventjes aan jullie zien met het omslag dat jullie hier zien. Waarin we dit keer eens een keer niet de aandacht vestigen op mensen, maar op dieren. Hoewel mensen natuurlijk nooit ver weg zijn. We richten ons op apen, tijgers, hagedissen, vissen tot paarden en varkens. Want in bijna alle reisverhalen komen wel dieren voor. En die vervullen dan verschillende functies. Van vervoersmiddel of metgezel tot voedsel of hinderlijke plaag. En tot op heden was er weinig wetenschappelijke aandacht voor de rol van dieren in reisliteratuur. En dat was voor ons de reden om daar een boek over te gaan maken. Nou, het programma van vandaag ziet er als volgt uit. Zometeen zal Esther eerst een korte introductie geven op het boek. Dan zijn er twee korte lezingen en dan bieden we graag het eerste exemplaar aan. En gaan we met onze gasten in gesprek over de rol van dieren in reisverhalen en de ethische dilemma's die daaraan zijn verbonden. Dus dat is een beetje het programma voor vanmiddag. Nou, Esther Op de Beek is universitair docent moderne letterkunde in Leiden. Ze is in Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift over literaire kritiek. Heeft zich bezighouden met Cees Notenboom, met de reisreportages die in het tijdschrift Avenue zijn verschenen. En zij richt zich momenteel heel erg op het onderzoek naar geluk. Belangrijk onderwerp in deze tijden. Naar tijdschriften en natuurlijk moderne reisverhalen. En ik geef haar heel graag het woord. Dankjewel en goedemiddag. Ik ga even kijken of ik de PowerPoint door kan. Ja, dat lukt. Voordat ik naar het boek ga, neem ik u even mee naar de krant van afgelopen zaterdag. De NRC, afgelopen zaterdag, deze reisadvertentie kon u daarin aantreffen. Twee pagina's groot, een spread die u bijna niet kon missen als u de krant heeft gelezen. Van een reisbureau, Experience Travel, ziet u daar helemaal rechtsbovenin. En ik zal eventjes voorlezen wat daar linksboven staat. Reizen heeft op meerdere manieren impact op de wereld. In deze tijd focust de maatschappelijke discussie zich met name op de gevolgen voor het klimaat. Dat daar iets moet gebeuren is evident. Echter, als we kijken naar, het staat er tussen de bigger picture tussen haakjes, heeft reizen op nog veel meer manieren impact. Reizen op verantwoorde wijze draagt bij aan natuurbehoud en cultuurbehoud, zorgt voor werkgelegenheid en vermindert armoede. Daarnaast brengt het verbinding tussen samenlevingen wat begrip oplevert en persoonlijk geluk. Einde citaat. Nou, wat doet deze advertentie? Wat verkoopt hij nu eigenlijk? Hij verkoopt een ervaring. Je kunt gaan reizen naar verre oorden. En aan deze advertentie kan ik een paar dingen koppelen die wij in het boek ook bestudeerd hebben. Er vielen me een paar dingen op. Het bureau verkoopt niet alleen een unieke ervaring. Een contact met wilde dieren staat erin. In de wildernis, waar je vanuit exclusieve wildernislodges wildlife activiteiten kan ondernemen. En dat doe je niet als toerist. Nee, natuurlijk niet, want dat wil je niet. Maar al door de ogen van een natuurbeschermer staat daar. En op alle plaatjes zijn er ook wilde dieren afgebeeld. Niet gewone dieren, maar wilde dieren. En rechts staat er bij de ijsbeer dat je ook een workshop krijgt in verslaglegging over je reis. Namelijk een beeldverslag maken. Precies op de plek waar de ijsberen zich verzamelen omdat het ijs smelt. Nou, dat is natuurlijk nogal
ongemakkelijk. He, er zitten aan deze advertentie allerlei. Ja, er wordt niet alleen een reis verkocht en een unieke ervaring, maar er wordt ook onschuld verkocht. Je hoeft je geen zorgen te maken als je gaat reizen dat je een negatieve impact hebt op het klimaat. Als je bijdraagt aan de stichting die deze reizen ook bekostigt, dan heb je namelijk positieve impact, staat daar ook in deze advertentie. Nou, nog afgezien van de vraag of zoiets ook mogelijk is, hè, positieve impact als je gaat reizen. Er is heel veel geschreven over ethisch toerisme. Mensen reizen misschien echt met goede bedoelingen. Maar we weten van de Galapagos-eilanden bijvoorbeeld, daar gaan jaarlijks heel veel mensen heen om daar de ongerepte natuur te bezoeken. Maar er wonen 30.000 mensen die die ervaring mee in stand moeten houden. Die moeten zich verstoppen. Dat we gewoon impact hebben. En zeker het massatoerisme enorm is op dit moment. Nou, dus afgezien van de vraag of dit mogelijk is, zo'n positieve impact, zijn de strategieën waarmee mensen zichzelf geruststellen heel zichtbaar. En u herkent ze misschien ook wel. Als u zelf gaat reizen, zult u ook zeggen van, nou ja, ik ga dan misschien wel met het vliegtuig, maar ik ga niet in zo'n resort of ik ga niet op de rug van een olifant. Dus daar, ja, eigenlijk zeggen we vaak, ik weet dat het niet goed is, maar ik ben wel een goed mens, ik bedoel het niet helemaal verkeerd. Dus dat ongemak willen allerlei mensen thematiseren. We hebben daarvoor ook allerlei woorden bedacht, zoals vliegschaamte of toeristengêne. En omdat we allemaal meer zijn gaan reizen, wordt die impact gewoon heel duidelijk. We zijn ook ons steeds bewuster geworden van die schadelijke effecten van reizen. En misschien daarom is er ook de laatste decennia veel meer aandacht voor het genre van de reisliteratuur. Omdat dat ook een schuldig genre is in zekere opzicht. Misschien al in de koloniale tijd, waarin kennis ook geproduceerd werd in die reizen over andere omgevingen, over andere mensen. Ook met bepaalde strategieën die vaak in verband gebracht zijn met onschuld. Maar ook in de moderne tijd is er veel onderzoek dat nu zeker internationaal gebeurt naar reisliteratuur. En we noemen dat wetenschapsgebied, zoals Rick al zei, de Travel Writing Studies. Dat is een internationaal, interdisciplinair wetenschapsgebied. En daar verschijnen de laatste decennia monografieën, bundels met artikelen, overzichtsstudies, een research companion bijvoorbeeld ook recent. En vanaf 1997 is er ook een tijdschrift, Studies in Travel Writing, uitgegeven. En het Nottingham Center for Travel Writing Studies, waar wij inderdaad een Dutch center aan hebben toegevoegd. En in Nederland en Vlaanderen is daar ook wel onderzoek naar reisliteratuur, maar wel minder dan bijvoorbeeld in de Anglo-Saxische traditie. Het genre wordt ook anders gewaardeerd. Dus reisliteratuur is in de Nederlandse context niet zo'n heel populair genre. In ieder geval niet als je naar bijvoorbeeld prijzen kijkt. Er was een prijs voor reisliteratuur, de Pop den Uyl-prijs voor reisliteratuur. Maar met het vertrekken van VPRO Boeken van de televisie is ook die prijs opgeheven. Dus die is er ook al niet meer. Maar er is recent dus wel, zeker ook in Leiden en bijvoorbeeld een onderzoeksgroep in Nijmegen, echt wel aandacht voor reisliteratuur. Bijzondere aandacht in Nederland is er ook, dat Rick zei het al, voor de koloniale reisliteratuur. En ook de postkoloniale benadering van reisliteratuur, die eigenlijk kritisch kijkt naar die strategieën van reizigers en kritisch naar hoe we ons verhouden tot de ander, die in die teksten ook benoemd en verbeeld wordt. En de belangen die daarmee gemoeid waren en zijn, die is heel dominant, dus die postkoloniale benadering. En een van de recente ontwikkelingen is dat dat uitgebreid wordt. Dat er ook vanuit andere benaderingen naar literatuur wordt gekeken. In de meest recente Research Companion to Travel Writing Studies wordt een waaier aan wetenschappelijke benaderingen belicht op reizen. Bijvoorbeeld een mediale, dus reisliteratuur is heel vaak een soort hybride genre tussen dagboek en autobiografie en foto's en journalistiek. Genderbenaderingen, van wie mag er eigenlijk reizen, hoe is het om als vrouw te reizen, hoe is het om als vrouw over reizen te schrijven. En ecocritische benaderingen bijvoorbeeld ook. En in die meest recente Research Companion zagen Rick en ik een bijdrage ook over animals. Van de Australische onderzoekster Elizabeth Lean. En dat intrigeerde ons, want niet alleen was het interessant om zo over dieren na te denken in reisliteratuur. Dat vonden we een origineel perspectief. Het was ook zo dat zij een typologie gaf van drie rollen die dieren in die reisliteratuur kunnen innemen.
En die rollen, dat waren dan bijvoorbeeld dier als object van de reis. Dus de tijgerjacht, ga je zoeken naar de tijger of de paradijsvogel willen vinden. Hè, dus dat, de zoektocht naar een dier. Het tweede was dat het dier ook gezelschap kon zijn. Dus dat je met een dier kan reizen. Of vervoermiddel. De pakezel of de paard waar je op zit. De olifant waar je op zit. En wij dachten, dat is ook heel beperkt. We zien al, als we er zo over nadenken, allerlei andere rollen. Van voedsel tot plaag, je noemde het net al. Die misschien ook nog denkbaar zijn. En dat leek ons een mooi vertrekpunt voor dat boek. Om te onderzoeken of die rollen er ook zijn. En ook wat er in Nederlandse reisliteratuur dan met name te zien was. We hadden het erover, ken jij verhalen waar dieren in voorkomen? Toen dachten we, ja, eigenlijk alle verhalen wel. Maar zijn er nou is er leuk materiaal waar we eigenlijk die Nederlandse casus mee verder kunnen uitdenken? Dus toen hebben we een call for papers gedaan en allerlei auteurs hebben daarop gereageerd. En uiteindelijk hebben we een boek samengesteld met 12 bijdragen. In twee delen verdeeld. De eerste gaat over die koloniale reizen, Framing the Animal. Waarin stereotyperende vergelijkingen bijvoorbeeld tussen mens en dier een rol spelen. Johannes zal zo wat vertellen over de manier waarop ook feitenkennis over dieren verzameld wordt. En hoe ze namen krijgen bijvoorbeeld. Ook de ongemakkelijke vergelijking van bepaalde rassen. Het is natuurlijk ook een lastig woord die op reis tegengekomen werden met apen. Daar gaat een hoofdstuk over. Over geweld als het dierlijke of het onbeschaafde in de mens als metafoor. En we hebben een deel over de modernere reisverhalen gemaakt. Het ook gaat over meer de vraag, die wilde dieren, zijn dat nou belangrijkere dieren dan de tamme dieren, de gedomesticeerde dieren zoals paarden? Of zit het met het ezeltje van Betsy Perk in Valkenburg? Daar is een mooi hoofdstuk over verschenen. Maar ook de mishandeling van dieren bijvoorbeeld, die ook zichtbaar wordt tijdens reizen en het ongemak dat schrijvers daarmee hebben. Rode draden door die beide delen zijn dus inderdaad die rollen die dieren hebben onder meer. Maar ook de strategieën die de schrijvers hanteren om dat ongemak met hun eigen impact te benoemen of te verhullen. Of juist kritiek te leveren op de moderne tijd. Sommige dieren die zijn, als een schrijver ergens komt, dan voelt hij zich omringd door toeristen. Maar bijvoorbeeld die ervaring waar die reisadvertentie op hint. Je wanen in een tijd waar de mens nog geen impact had. Dat is de ervaring die veel reizigers willen. En dat is eigenlijk een nostalgische ervaring. Verlangen naar iets dat nog ongerept is. Waar de mens nog niet schuldig was. En je kunt je afvragen, heeft die tijd ooit bestaan? Of is het een verlangen naar iets dat er nooit was? Maar schrijvers schrijven daar wel over. En soms kun je dat heel kritisch bestuderen. Zeggen van, dat is eigenlijk een verhulde onschuld. Ze zijn wel degelijk schuldig. Maar ze proberen ons ook met die verhalen bewust te maken van de impact. En daar zit wel degelijk ook een goede intentie in. Nou, hoe er dan gereisd wordt met de dieren, of in de animal studies zeg je de niet-menselijke dieren, want wij zijn de menselijke dieren. Daarvan krijgt u nu twee voorbeelden, twee presentaties. En daarna gaan we in gesprek verder. Dank u wel. Dank Esther voor je mooie introductie. En dan geef ik nu graag het woord aan Johannes Muller, collega uit Leiden, universitair docent literatuurwetenschap en Duitse letterkunde, vooral gespecialiseerd in de vroegmoderne tijd. Hij heeft te veel geschreven, zowel nationaal als internationaal, om dat allemaal te gaan opsommen. Maar hij is heel gespecialiseerd in migratie, in globale connecties en informatieoverdracht in de vroegmoderne wereld. En hij heeft in ons hoofdstuk, in ons boek een mooi hoofdstuk geschreven onder de titel Naming the World, over Pieter Bleker, een hele vroege reiziger in Nederlands-Indië. En over de biodiversiteit die hij aantrof tijdens zijn reizen. Ik geef hem heel graag het woord. Staat mijn PowerPoint hier achter? Ja. Even kijken of dat lukt zo. Ja, nee, even kijken. Ja. Dankjewel voor de introductie. Ja, de namen en de dieren, de woorden en de dingen en de namen en de dieren, dat zijn toch een beetje de oudste verhalen
uit van de wereld die wij nog steeds tegenwoordig hervertellen. Denk aan het oudste verhaal in de Bijbel, Genesis 1, waar Adam de dieren de namen geeft. En het benamen van de wereld, het benamen van dieren, schept een nieuwe betekenis voor de wereld, brengt een structuur aan in de wereld zoals wij die kennen en schept een orde. En in mijn bijdrage aan de bundel wilde ik kijken hoe Nederlandse reizigers, met name Nederlandse wetenschappelijke reizigers, de wereld die voor hen onbekend was, inkaderden, hoe zij namen gaven, hoe zij structuren aanbrachten en hoe zij die nieuwe koloniale wereld door Nederlandse ogen zagen en lieten zien. En ik denk dat dit perspectief ons heel veel kan vertellen over biodiversiteit nu en ook over de manier hoe wij biodiversiteit nu waarnemen, maar ook tegelijkertijd over de koloniale blik die deze mensen hebben en die misschien nog in veel van onze waarnemingen van natuur en van de niet-Europese wereld nog altijd een beetje doorschemert. Ik wil beginnen met een citaat van David Starr Jordan, de hoofdredacteur van Science, kennen we nog steeds dat blad, die in 1902 in zijn eigen tijdschrift een geschiedenis probeerde te beschrijven van de ichthyologie van de vissenwetenschap. Paul kent dit stuk waarschijnlijk veel beter dan ik. En daar zegt hij, the followers of Linnaeus, dus de volgelingen van Carl Linnaeus, are divided into two classes, explorers and compilers. Dat is meteen ook een soort wetenschappelijke taxonomie. We hebben twee soorten biologen of ichthyologen. The first class belonged to the first class belonged his own students and others who ransacked all lands for species to be added to the list of the Systema Naturae. These men, mostly Scandinavian and Dutch, worked with wonderful zeal and during every hardship in making great contributions to knowledge which they published in more or less satisfactory forms. Ja, en dan Pieter Bleeker heeft een bijzondere positie in deze geschiedenis van de ichthyologie. Pieter von Bleeker, misschien foutief, a surgeon in the Dutch West Indies, eigenlijk East Indies, nog een foutje daarin, is de most voluminous writer in ichthyology. Hij had zich niet heel goed verdiept in het werk, maar je wist wel, het was de grootste veldschrijver van de ichthyologie überhaupt. Hè. He began his work in Java without previous training and in a very rich field where almost everything was new. En de vraag is of dat klopt hier. Ja, we hebben hier een beeld wat wij misschien herkennen, hè, zo de Freek Vonks. Aan de ene kant heb je de saaie mensen in de studeerkamers die alles beschrijven en dan heb je de stoere koloniale Indiana Jones of Freek Vonk figuren die de hele wereld ransacken en met wonderful zeal in de modder staan en tegen gifslangen vechten om hun dieren te vinden. En het idee dat je met zo'n benadering die koloniale rijken in kaart kunt brengen, natuurhistorisch, die is denk ik gebaseerd op een hele verkeerde aanname van wat biodiversiteit in deze gebieden is. De Nederlanders die de wereld introkken en gebieden koloniseerden, deden dat vooral in gebieden die tegenwoordig toch als een van de grootste biodiversity hotspots gezien worden. De meest biodiverse gebieden. Denk aan Nederlands-Brazilië. Denk aan de Guyana's, aan Berbice, Suriname en natuurlijk dan Indonesië. Ja. En we zien daar dat biodiversiteit in deze gebieden heel anders werkt dan in de noordelijke of hele zuidelijke hemisferen. Hoe komt dat? Er zijn drie redenen voor waarom Indonesië wezenlijk verschilt van Europa in termen van biodiversiteit. Ten eerste zien we dat hoe dichter we bij de evenaar komen, hoe kleiner de verspreidingsgebieden van soorten worden. Het is een beetje een omstreden regel. Het wordt vaak aangeduid als Rappaport's regel of de regel van Rappaport. Maar hoe dichter je bij de evenaar komt, hoe kleiner de verspreidingsgebieden worden. Het gaat niet op voor vogels en ook niet voor zeevissen, want die kunnen zich beter verspreiden. Maar denk bijvoorbeeld aan een Europese vis, de snoek, die wij allemaal kennen. Ik ben ook geen hobbyvisser, maar dat is misschien wel een iconische vis. En die is verspreid over de hele noordelijke halfrond. Hè, van Alaska tot naar Siberië en over heel Europa en Midden-Azië. Hè. Denk dan daarna aan een vis, aan een andere. Ik heb maar een willekeurig andere grote vis genomen, een reuze Babeel, Catlocapio, uit de Mekong-delta. En die leeft alleen maar in één rivier ter wereld, in de Mekong. Stel je nou voor, daar gebeurt iets met een kernramp of zo, dan is die hele populatie weg. En dat is misschien nog niet eens een heel goed voorbeeld. Maar als je naar Borneo of naar Mexico kijkt, dan heb je soms soorten die in één klein poeltje leven en verder nergens op de wereld. Hè? Dus een paar jaar geleden is het ook voorgekomen dat er in de Mexicaanse hooglanden een parkeergarage gebouwd werd en daar leefde één vis
op dat plekje. En die is helemaal verdwenen. Er is niks meer van over. Behalve een paar mensen die het meegenomen hebben naar een soort opvangcentrum. Dat is het ene punt. Hè. Dus we hebben veel meer soorten in. We hebben kleinere verspreidingsgebieden, maar daardoor ook meer soorten op een kleine plek. En daarnaast is Indonesië natuurlijk uitzonderlijk qua geografie. Het is echt een wereld van eilanden. Ik weet nog de eerste keer dat ik het aantal eilanden van Indonesië hoorde. Dacht ik, moet iemand een nul achter gezet hebben. Of moet zich iemand vergist hebben. Maar het zijn afhankelijk van de telling tussen de 13.000 en 18.000 eilanden. Ja, het is bijna niet voor te stellen. En elk eiland heeft zijn eigen flora en fauna. Ja, moet je voorstellen als je daarheen gaat om dat te beschrijven. Wat voor werk dat is. Hoe komt dat eigenlijk, dat die eilanden zo van elkaar verschillen? Wat wij nu kennen als de Maleise archipel, zijn de overblijfselen of de bergtoppen van wat vroeger tot in de laatste ijstijd zonder land was. Een droog gebied met rivieren die nu allemaal op de zeebodem liggen. Misschien ook wel een herinnering aan hoe de wereld eruit kan zien als wij zo doorgaan als nu. En wat we nu hebben nog zijn alleen maar de hoogste puntjes van de bergen van Sundaland. Als nou binnen een paar honderd jaar of een paar duizend jaar de zeespiegel stijgt, trekt al het leven zich terug in de hoge punten die wij nu kennen als Java, Sumatra en al die andere eilanden. En de evolutie gaat natuurlijk daardoor zonder dat die soorten met elkaar contact hebben. Dus elk eiland kan zijn eigen soorten of ondersoorten vormen. Drie redenen waarom die wereld die Pieter Bleeker in de 19e eeuw betrad heel anders is dan wat hij kon verwachten. Ja. Hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou deze wereld beschrijven in natuurhistorische, biologische termen? Eerst wil ik een paar dingen over Pieter Bleeker en zijn leven vertellen. Pieter Bleeker werd geboren in 1819 in Zaandam in een familie van zeilmakers. En eigenlijk aan het begin van zijn leven was het heel. Wees niks erop dat hij zo'n koloniale of zo'n wetenschappelijke carrière zou hebben. Hij zegt, het onderwijs aanvankelijk voor mij bestemd werd gegeven op een talrijke bevolkte, talrijk bevolkte, minder dan middelmatige school. En hij zegt ook op een andere plek, het enige waar ik in uitblonk was een der voornaamste belhamelen te zijn. Dus hij was iemand die zijn leraren tot wanhoop dreef en hij had ook hele slechte leraren. En uiteindelijk is het via allerlei omwegen toch nog gelukt om een apothekersopleiding te doen en via deze opleiding geneeskunde te studeren. Hij werd in 1841 legerarts. Hij ging naar Batavia. Hij kwam daar in 1842 aan. En toen hij daar was, droomde hij toch van een soort wetenschappelijke respectabiliteit en wilde carrière maken. En hij begon met het beschrijven van lokale diersoorten. Onder andere ook reptielen, maar toch met name vissen. En in zijn hele leven heeft hij ongeveer 2000 nieuwe soorten beschreven en 500 nieuwe geslachten opgericht. En daarnaast nog al die andere vissen die al bekend waren, of onder andere namen bekend waren, in de Maleise archipel meebeschreven. En dat dan uitgewerkt in zijn Atlas Ichthyologiek, die pas voltooid kon worden na zijn dood. Hoe kun je nou zo'n grote klus verwezenlijken? Ja, het is duidelijk dat het niet kan door in Indonesië in een rivier te staan en vissen te zoeken. Ja, hier is een overzicht van alle bekende vissoorten wanneer die per jaar beschreven zijn. Ik werk nu met mensen samen die een taxonomische database hebben opgezet en daarvan krijg ik deze gegevens. En die hele pieken in het midden van de 19e eeuw, dat is bijna allemaal Pieter Bleeker hier. Hij zegt dan hier, geenszins kon ik vermoeden dat een tijdvak van minstens 40 jaar nodig zou blijken om het geheel tot uitvoering te brengen. Dus als hij had geweten waar hij aan begonnen was, zegt hij ook elders, dan was hij daar misschien niet aan begonnen. Nog groter is een bijdrage misschien als het om systematiek gaat. Hè. We kennen allemaal waarschijnlijk nog de middelbare school de nomenclatuur die wij sinds Linnaeus kennen. We hebben een geslachtsnaam en een soortnaam. Hè. Wij zijn Homo sapiens. Homo is de geslachtsnaam en sapiens is de soortnaam. En die grote piek aan geslachtennamen, dat is allemaal van hem. Dus hij probeerde niet alleen de dieren te beschrijven, maar ook systematiek aan te brengen. En een nieuwe orde te scheppen die in grote delen ook nog valide is tegenwoordig. Hè. Die groene stip, dat zijn de nog steeds valide geslachten. En nog steeds is hij een van de meest valide systematici uit die tijd. Hoe doe je dat nou? En
Pieter Bleeker gebruikt niet één keer in zijn werk, zover ik het heb kunnen lezen, heeft ontzettend veel geschreven, honderden artikelen. En hij zegt niet één keer dat hij een ontdekker is of dat hij een explorer is, zoals dat Jordan hier vertelt. En hij is heel eerlijk over hoe hij dat allemaal teweegbracht. Hij zegt het verzamelen van vissen was nog zeer tijdrovend, nog zeer kostbaar. Want je kunt gewoon naar een vismarkt gaan en de vismarkten leverden overvloed aan materiaal en de bewaring der voorwerpen was gemakkelijk, vermits zij slechts na een kleine bereiding in een geheel in Arak behoefte wordt er geplaatst. Arak is een soort hele goedkope alcohol. Hè? In de Indische Oceaan is volgens mij van Arabische oorsprong. Een hele goedkope rum of raki, volgens mij is dat een beetje de equivalent daarvoor. En die kon je gewoon kopen en dan stopte hij die vissen erin, stuurde ze naar Leiden. En in totaal stuurde hij 12.000 vissen naar Leiden en die zitten nu in Naturalis. En heel belangrijk daarbij is natuurlijk lokale informatie. Als je naar een vismarkt gaat, moet je even weten wat je daar hebt. Leeft die vis in zoetwater? Leeft die in zoutwater? Waar is die gevangen? Hoe wordt die genoemd? En bij de meeste vissen geeft hij een hele lijst van namen. Gedeeltelijk zijn het Europese namen, maar ook een heleboel lokale namen. En hij probeert echt die verschillende dialecten nog van Java te noemen. Hè? Ongeveer 5 dialecten hier hebben we nog, die in Indonesië, in Java in dit geval gesproken werden en hoe die en hij laat zien hoe die vissen daar heten. Hij vraagt naar waar leven ze, waar komen ze overal voor. Dat is allemaal lokale informatie. Ja? Wie zijn nou die mensen daarachter eigenlijk? We hebben even net gehoord, dit is een boek over een keer over de dieren in plaats van de mensen. Maar uiteindelijk kom ik hier bij de mensen uit. Ja? Hij maakt een paar reizen buiten Java. En dan zegt hij, ja, van de vissen aan de markt gekocht heb ik de namen kunnen aantekenen waaronder zij te Ternate bekend zijn. Dit was in Ternate hier. Ten opzichte der overige vissen ontbrak mij daartoe de tijd en de aanwezigheid van deskundige personen. De kennis die hij heeft, heeft hij van deskundige personen. Niet alleen de namen, maar ook waar ze vandaan komen. In Ternate vindt hij vissen in kleine poelen dicht bij zee. En hij weet niet, zijn het nou eigenlijk zeevissen of zitten die altijd hier in die poelen? En hij vraagt het aan de mensen daar. Hij maakt een paar, ik denk dat ik een stukje ga overslaan, om er niet te veel tijd in beslag te nemen. Hij maakt een paar reizen vanuit Java, waar hij eigenlijk vrij honkvast is. Eenmaal in Indonesië aangekomen, wil hij eigenlijk niet meer zo heel vaak op pad. Maar hij gaat nog één keer naar het Molukse gedeelte van Nederlands-Indië. En daar beschrijft hij heel uitgebreid hoe de wereld daar eruit ziet. Het gaat veel minder over vissen en veel minder over andere dieren. Maar hij vergelijkt altijd de rest van Nederlands-Indië met Java. Java is voor hem het referentiepunt. Maar die degelijke kennis, ook de kennis van de manier hoe mensen daar met dieren omgaan en wat ze daarvan weten, laat hem eigenlijk tot een paar hele belangrijke ontdekkingen komen. 2 jaar voordat Alfred Russel Wallace, de Wallace Line die wij nog steeds hanteren, of die nog steeds geldig vinden, ontdekt heeft, beschrijft hij. Hij gaat naar de Molukse eilanden, naar Sulawesi en zo. En zegt, alles lijkt een beetje op Java. Het is soms een beetje een miniatuur Java. Maar als ik dan naar die vissen kijk, zie ik hele andere patronen. Ik zie het ontbreken van bepaalde cyprinieden, bepaalde kaperachtige vissen, van bepaalde baarsachtige vissen. Het lijkt wel in termen van geografie een andere wereld. Hij had niet het theoretische handwerk om dat helemaal te kunnen theoretiseren. En 2 jaar later ging Alfred Russel Wallace beschrijven dat we hier achter Borneo eigenlijk een nieuwe biogeografische zone krijgen. Ja, de Australisch en de Oost-Indonesische gebieden. Ja, die zich helemaal onderscheidt van de rest. Maar hij kon dit soort patronen herkennen. Hij heeft het niet helemaal uitgewerkt. Doordat hij zoveel wist van wat in de rest hier allemaal was. Nu hebben we veel over de namen van de dieren gehoord, maar wat we eigenlijk niet weten zijn de namen van de mensen. Wie zijn eigenlijk die deskundige personen? Wie zijn de mensen van wie die alles kregen? Ik heb hier een plaatje van Pieter van Oort, een schilder, die in diezelfde tijd actief was, of een beetje voor Pleeker actief was in Nederlands-Indië. Dat moeten de mensen geweest zijn waar hij de kennis van kreeg. In zijn hele werk vind ik geen namen van die mensen. Als ik naar literatuur zoek, we vinden geen namen van lokale helpers, van vissers die informatie leverden. Een uitzondering is misschien Ali Wallace, of zo werd hij genoemd. Hè? Een van de assistenten van Alfred Russel Wallace, die zichzelf later ook Ali Wallace zelf noemde, toen Wallace al lang weer in Engeland was. Voor de rest is er echt een schrijnend gebrek aan literatuur over de mensen daarachter en over hun namen. Hè? Denk even aan I am Ali Wallace.
We weten helemaal niet hoe hij echt heet. Hè. Hij vereenzelfde zich zo met zijn rol als assistent van de grote bioloog Wallace, dat hij zichzelf nog als oude man zo noemt. Hè. Een collega van Wallace heeft hem opgezocht. Een oude man met een blauwe vest op zijn hoofd. En hij zegt dan, I am Ali Wallace. I know at once, there stood before me Wallace, faithful companion of many years. Ik sprak pas met Fenneke Zijsling, een collega uit Leiden. Ze zei, ik wil een database beginnen met lokale helpers, lokale assistenten achter die natuurhistorische expedities. Maar ik vind niks. En dat is misschien een opdracht die wij hebben hier. Aan historici, aan literatuurwetenschappers, aan lezers, aan hobbyisten, aan archivarissen. Ga op zoek naar die mensen en vertel het verhaal daarvan. Schrijf daarover. Dat is iets wat wij willen weten. Om het kort samen te vatten, de grote ontdekkers waren geen grote ontdekkers, maar waren mensen die talent hadden om dingen samen te brengen, te systematiseren. Maar wat ze wisten, wisten ze grotendeels van mensen daar. En daar wil ik het bij laten. Dank Johannes voor je enthousiasmerende verhaal over de namen van de dieren en de mensen. Veel dank. En dan gaan we door naar Claudia Zeller. Ook een Nederlandicus, hè, Nederlandica. Studeerde Nederlands en Cultural Studies aan de Universiteit van Amsterdam. En werkte in Wenen, Utrecht en Parijs. Heeft in 2022, afgelopen jaar, haar proefschrift verdedigd over bureaucratie als epistemisch motief in de Nederlandse literatuur van de vroege 20e eeuw. En de 20e eeuw klinkt als een... bureaucratie klinkt niet heel spannend, maar het is een spannend proefschrift geworden, kan ik zeggen. En ze heeft in ons boek een hoofdstuk geschreven met de aansprekende titel Monkeys as Metaphor. Esther noemde het al, over de dierenvergelijkingen. En zij richt zich daarbij vooral op de koloniale periode en met name Suriname. En zij gaat ons daar nu iets meer over vertellen. Yes. Kijk eens aan. Dankjewel. Zoals Rick al zei, gaan we dus naar de Wilde Kust. Dus de andere kant van waar Nederland een tijdje, of eigenlijk een tijd te lang, is gebleven. En Rick zei het al, mijn bijdrage in het Engels heet Monkeys as Metaphor. In het Nederlands heb ik dat proberen te vertalen en te vatten in de titel Aapjes lezen. Want mijn bijdrage gaat over aapjes en apen in reisbeschrijvingen over Suriname. En voor ik daar nader op inga, wil ik het eigenlijk hebben over die titel. Het is namelijk een beetje ingewikkeld om te schrijven over apen in reisbeschrijvingen over Suriname. Zeker als je als titel Monkeys as Metaphor hebt verzonnen. Want het gaat, zoals Rick ook al zei, om teksten die zijn gesitueerd in een koloniale context. En het is dan ook een beetje een moeilijk onderwerp, omdat ik dus in mijn bijdrage probeer om een brug te slaan tussen enerzijds animal studies en anderzijds postkoloniale studies. En dat zijn twee geesteswetenschappelijke disciplines die niet altijd op één lijn zitten. Animal studies houdt zich, grof gezegd, bezig met dieren als concrete wezens. Dus niet dieren als symbool of als betekenaar, maar echt binnen animal studies gaat het dus voornamelijk over, laten we zeggen, dieren van vlees en bloed. Zelfs al zijn het maar dieren op papier, dus in de literatuur. En postkoloniale studies aan de andere kant houdt zich juist voornamelijk bezig met kwesties van representatie. En over hoe bepaalde representaties tot stand komen, de machtsstructuren die daarachter zitten.
En dat maakt dat het vrij lastig is om animal studies op een productieve manier te combineren met postkoloniale studies. Nou zijn er natuurlijk wel mensen die dat hebben geprobeerd. Onder meer, en ook met heel veel succes, onder meer het boek Afrodog van Bénédicte Boisseron, een Franse letterkundige. En ook de bundel Postcolonial Animalities. En beide studies komen eigenlijk vanuit twee verschillende vertrekpunten tot dezelfde conclusie. Namelijk dat postkoloniale studies eigenlijk liever niet over dieren praat, omdat er dus vaak sprake is van verdierlijking als vorm van ontmenselijking in een koloniale context. En we hebben het natuurlijk hier over de gekolonialiseerde die wordt ontmenselijkt. En anderzijds zie je dat animal studies zich eigenlijk niet echt bezighoudt met kwesties die te maken hebben met het slavernijverleden, met kolonialisme of simpel gezegd met kleur. Deze twee boeken doen dat dus wel. En ik heb daar ook heel veel inspiratie uit gehaald in het hoofdstuk dat ik uiteindelijk heb geschreven voor Animals in Dutch Travel Writing. Ik heb het dus over aapjes. En dat maakt het, denk ik, nog een stuk ingewikkelder. Want een aap is niet zomaar een dier. Een aap is, in de woorden van Donna Haraway, die u misschien wel kent van het Cyborg Manifest, het dier dat in de westerse verbeelding feitelijk op het snijvlak van natuur en cultuur kan worden gesitueerd. Of, in andere woorden, van alle dieren die we maar kunnen bedenken, zijn apen die dieren die ons het meest aan onszelf doen denken. Of, nog iets anders geformuleerd, apen fungeren soms wel degelijk als metafoor. En de ervaren gelijkenis tussen aap en mens, of tussen mens en aap, werkt vergelijkingen tussen beiden in de hand. En dat, die twee aspecten probeer ik samen te brengen in de titel van mijn hoofdstuk Monkeys as Metaphor, waarbij ik dus een poging doe om die aapjes te lezen. Dus het is een behoorlijk mijnenveld dat ik in mijn bijdrage probeer te navigeren. En ik doe dat door die apen in reisbeschrijvingen te situeren in wat ik een representatie-ecologie noem. Dat betekent dus dat ik kijk naar de contexten waarin die apen worden beschreven en naar de concrete manieren waarop dat gebeurt. En daarbij breng ik dus ook de omgeving van die apen in kaart. Nou, concreet wil dat zeggen dat ik voornamelijk heb gekeken naar bepaalde relaties die in de beschrijvingen van die apen naar voren komen. Welke verbanden worden er gelegd? In hoeverre verschilt een beschrijving van een aap als voedsel van een aap als huisdier? En hoe verandert die beschrijving door de koloniale blik van de reisbeschrijver, als het ware? Dus hoe is die koloniale blik beïnvloed door een raciale en ook uiteraard imperiale hiërarchie? Dat waren allemaal vragen die ik in mijn hoofd had toen ik keek naar ongeveer een 12-tal Nederlandstalige reisbeschrijvingen die dus, want het kolonialisme heeft in Suriname natuurlijk hartstikke lang geduurd, allemaal gedurende de koloniale periode zijn verschenen en voor het overgrote deel al in de 19e eeuw. Ik heb enerzijds gekeken naar reisbeschrijvingen van voor de afschaffing van de slavernij en ook wel naar reisbeschrijvingen die zijn verschenen na de afschaffing van de slavernij. En allersimpelste conclusie die ik nu met jullie ga delen is dat er eigenlijk amper een verschil is te maken als het gaat om de beschrijving van apen in reisbeschrijvingen verschenen voor het einde van de slavernij en daarna.
Nou, hoe ben ik eigenlijk aan die boeken gekomen? Want Rick zei ook al dat ik ben gespecialiseerd in de literatuur van de 21ste eeuw. Ik heb bij het samenstellen van mijn corpus dankbaar gebruik gemaakt van een lijst die door Michiel van Kempen is samengesteld. En bovendien heb ik dankbaar gebruik gemaakt van alle digitalisatie-efforts van de KB. Want de meeste van de teksten die ik heb bestudeerd waren gewoon online beschikbaar. Dus ik hoefde niet eens naar de bibliotheek. En wat staat er nou eigenlijk in die reisbeschrijvingen? U ziet het, daarachter ligt een stapel boeken en hier ook. Dus ik licht slechts een tipje van de sluier. Maar je kunt globaal eigenlijk drie manieren onderscheiden van hoe apen worden beschreven in die reisbeschrijvingen. Namelijk de aap als mens, de aap als dier of als huisdier. En tot slot, ik zei het al, de aap als voedsel of trofee. Nou, voor elke categorie geef ik één kort voorbeeldje. Ik begin met de aap als mens. Dit is een citaat uit een reisverslag van Gerardus Balthasar Bos, een Nederlandse predikant. En daar wordt de scheidslijn tussen aap en mens zodanig vertroebeld dat de aap eigenlijk zelfs als meneer wordt aangeduid. U ziet hier het citaat, ik lees hem even voor. Het heeft mij altijd een vrolijke ogenblik verschaft wanneer ik een mens tegenover een aap en omgekeerd een aap tegenover een mens zag. Er ligt alsdan in de trekken van beide iets spotachtigs. En heeft al de mens het gebruik der tong op den aap vooruit op zijn vierhandig evenbeeld te bespotten, zo drukt toch het gehele gelaat van heer Kisi-Kisi, meneer aap dus, veel sterker en veel beter het spotachtige uit dan zulks bij de mens het geval is. Nou, allemaal leuk en aardig, maar dit heeft uiteraard een keerzijde. Want naast onze meneer aap, de heer Kisi-Kisi dus, zijn er ook voorbeelden te vinden waarin een rechtstreeks verband wordt getrokken tussen tot slaafgemaakte en apen. Daarbij gaat het vaak om kinderen. Zoals in dit stukje uit het dagverhaal van een reis naar Paramaribo en verdere omstreken in de kolonie Suriname, waarbij Gaspar Philippe Charles van Breugel schrijft: al de kinderen bleven om als apen onder de leiding van een blank officier hun kunsten als soldaatje te vertonen. Daar is hij op bezoek, u raadt het waarschijnlijk al, op een plantage. En dit soort vergelijkingen tussen apen en kinderen doen zich heel vaak voor. En daarbij is het belangrijk om te beseffen dat het natuurlijk nooit witte kinderen zijn die met aapjes worden vergeleken. Dus er is altijd sprake van een raciale subtekst. En die raciale subtekst zien we uiteraard ook in andere contexten. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar dit citaat uit de tekst: door Suriname, reisherinneringen uit ons missiegebied van Johannes Antonius Franciscus Kronenburg. U merkt het al, een hartstikke katholieke naam. Dus ook een katholieke missionaris die op bezoek is bij een nederzetting van de Marons in de jungle. En hij noteert, en ik citeer, u kunt het hier ook wel meelezen: op een klein vuur of buiten de hut bakt de vrouw het witte cassavebrood, terwijl een kleine aap, wat groter dan een eekhoorntje, op haar hoofd en schouders dartelt. Verderop buitelen de kinderen in het zand. Nou, die kleine doodshoofdaapjes, hartstikke schattig natuurlijk, die in het Engels trouwens ook squirrel monkeys heten, zijn meer dan een schattig, lief, klein huisdier. Ze hebben in de context van de Marons ook nog een andere functie. Ze fungeren namelijk als marker van vrijheid en in die zin ook als marker van mens zijn. Die door Kronenburg beschreven vrouw is namelijk iemand die in een dorp in de jungle woont. En niet iemand die als tot slaafgemaakte op een plantage moet werken.
Dus dat aapje op haar schouder is dus het bewijs dat zij vrij is en dus ook mens is. Want, en dat is iets wat ik ontleen aan het werk van Bénédicte Boisseron, tot slaafgemaakte zijn niet in staat om zelf iets te bezitten, omdat ze zelf als bezit worden beschouwd. Dus ook in de reisbeschrijvingen over Suriname treffen we de aap als marker van mens zijn aan. En tegelijkertijd zien we ook hier weer een vergelijking tussen aapjes die aan het dartelen zijn, hè, en kinderen die aan het buitelen zijn. Dus twee heel vergelijkbare termen die het speelse van beide lijken te benadrukken, maar daardoor ook wel andere parallellen trekken. We hebben het nu gehad over de aap als mens en de aap als huisdier. Dus we hebben nog één categorie over, namelijk de aap als voedsel. En hierbij geldt in de eerste plaats dat de ene aap de andere niet is. Kijkt u nog eens naar dit lieve hoofdje? Dat is toch schattig? Dat wil je toch niet opeten? En dat klopt, want de doodhoofdaapjes worden meestal niet opgegeten. Dat geldt echter niet voor deze lieve aap, die helemaal niet als lief, schattig en huisdierachtig werd beschreven. We hebben het hier over de zwarte slingeraap, ook wel Quatta genoemd. En deze arme Quatta wordt in vrijwel elke reisbeschrijving waarin hij voorkomt beschreven als een van de meest afschuwwekkende apen van Suriname. Dat begint al bij wat misschien wel de bekendste reisbeschrijving over Suriname is. Niet Nederlandstalig, maar desondanks, of misschien wel ook daarom, de allerbekendste reisbeschrijving over Suriname. Namelijk John Gabriel Stedman's even spieken, Narrative of a Five-Year Expedition Against etc. etc. Waarin Stedman dus over onze arme slingeraap het volgende schrijft. The quatta or quatto is very large with an enormous tail, their arms and legs being covered with long black hair. They make a very hideous appearance indeed, the more so as the creature's face is quite naked and red, with deep sunk eyes, which gives it much the appearance of an old Indian woman. Nou, er zijn dus heel veel elementen die Stedman opnoemt, die bij elkaar maken dat we hier te maken hebben met blijkbaar de meest afschuwwekkende aap van Suriname. Hij heeft lang zwart haar. Hij lijkt ook nog eens op een oude vrouw. Allemaal verschillende elementen die de lelijkheid van het beest proberen te benadrukken. En het is dan ook precies die aap die het vaakst wordt opgegeten. Nou, en je zou denken, ja, hoe kan dat nou? We hebben het toch net gehad over dit schattige hoofdje. En dit lijkt er toch ook wel een beetje op. En als je nou praat over de heer Kisi Kisi, meneer aap, of over dartelende aapjes die lijken op buitelende kindjes. Hoe kun je zo een aap dan in de pan gooien? Nou, het laatste stukje waarmee ik u lastig ga vallen laat zien hoe dat kan gebeuren. Bij de beschrijving van de quatta is er namelijk sprake van, laten we zeggen, een dubbele verdierlijking. En wel middels een beroep op de kleur van het beest, namelijk de zwartheid ervan. Dit stukje komt uit een tekst van Noothorn, waarin hij schrijft: de lelijkste aap welke ik immer gezien heb is de quatta. Beetje verkeerd gespeld. Door hem, niet door mij. Zijn armen en benen zijn met lange zwarte haren bedekt. De huid is rood en bijna zonder haar. De ogen liggen diep in het hoofd. De oren zijn kort.
Wil men hem vervolgen, dan klimt hij in een boom en werpt met vruchten, terwijl hij allerlei lelijke gezichten trekt. Maar hij mogen er afzichtelijk uitzien, toch lust ik wel een stukje van hem, wanneer hij gebraden, gestoofd of gekookt is. Foei, zegt gij wellicht. Lust gij apenvlees? Jazeker. Vooral het vlees van jonge aapjes dat wit, sappig en smakelijk is. Dus de verdierlijking van de aap om het aanvaardbaar te maken dat hij wordt opgegeten, verloopt ook via een beroep op kleur. En dat is iets wat je heel mooi in kaart kunt brengen als je inzichten uit animal studies enerzijds combineert met inzichten uit postkoloniale studies anderzijds. Wat dus precies is wat ik heb proberen te doen in mijn hoofdstuk. Merci. Oh, sorry. Sorry, wat is deze vergeten? Ja, oké, we zijn er. Veel dank, Claudia, voor je interessante verhaal. Dat heel duidelijk volgens mij ook die ethische problematiek, de dilemma's laat zien, hè, van dieren in reisverhalen. Zoals er meer voorbeelden in het boek te vinden zijn. Nou, dan komen we nu bij een belangrijk moment, namelijk de overhandiging van het eerste exemplaar. Dat ga ik zo doen. En dat eerste exemplaar dat gaan wij overhandigen aan Frederike Schouten. We zijn heel blij dat je hier vandaag bent. Want Frederike Schouten is directeur van de stichting Varkens in Nood. Een stichting waar ik zelf trots donateur van ben. En ik kan iedereen oproepen om dat natuurlijk ook te worden, als u dat niet al bent. Nou, we vinden het heel toepasselijk om haar en Frederike het eerste exemplaar te geven. Omdat zij en haar stichting er steeds op wijzen dat een andere omgang met dieren in deze tijd wenselijk is. En dan vooral een andere omgang met varkens. Maar er is ook nog een andere reden waarom het een toepasselijk iets is om jou het eerste exemplaar te geven. En dat is omdat de stichting Varkens in Nood in 1997 werd opgericht door schrijver J.J. Voskuil. Wel bekend uiteraard bij u allemaal. Hij is schrijver van de romans Bij Nader Inzien en Het Bureau. Ik geloof de grootste roman uit de Nederlandse literatuur met iets van 5000 bladzijden. En iets minder bekend is misschien dat Voskuil ook een groot auteur en groot schrijver was op het gebied van de reisliteratuur. Ik ben zelf een enorme Voskuiliaan en ik heb me door al die reisverslagen van hem heen gelezen. Vooral over zijn reizen naar en door Frankrijk. Zijn vakantiereizen samen met Loesje. En ja, volgens mij is er nog geen onderzoek gedaan naar de rol van dieren in die reisverhalen. Maar ik weet zeker dat als je dat zou gaan doen, dat je allemaal voorbeelden tegenkomt over dieren. En vooral over doodgereden dieren. Als hij op vakantie ging, ik herinner me een van die scènes, ik heb hem niet teruggezocht, maar hij is nog maar net vertrokken. Of hij ziet een dode egel langs de weg liggen en dan is zijn vakantie meteen grondig verpest. Nou ja. Varkens in Nood, door hem opgericht, 26 jaar geleden. Jullie hebben je jubileum afgelopen jaar gevierd. Is opgericht dus om dit soort misstanden, maar vooral ook de misstanden in de bio-industrie, in de vee-industrie, aan de kaak te stellen. De stichting Varkens in Nood heeft met allerlei initiatieven geprobeerd om aandacht te vragen voor die misstanden en met veel succes. En wij zijn heel benieuwd, Esther en ik, hoe jij over onze inzichten denkt. Hoe je over de dieren in de reisliteratuur denkt. En wij willen jou nu heel graag het eerste exemplaar overhandigen. Het mooie spreekgestoelte. Dank jullie wel. Ik vind het best een mooie eer dat ik gevraagd werd het boek in ontvangst te nemen als eerste. Ik ben heel benieuwd ernaar. En vooral ook omdat er zo'n periode voorbij gaat. En ik weet dat onze blik op dieren ontzettend
snel aan het veranderen is. Dus ik vraag me heel erg af in hoeverre dat hierin zo naar voren komt. Eén ding wat er namelijk recent, een paar jaar geleden of zo, is gedaan, is door de Raad van Dieraangelegenheden, is een onderzoek gedaan naar hoe Nederlanders kijken naar dieren. En daar liet ze zien dat in een tijdsbestek van 25 jaar of zo, dat er een enorme verandering al is geweest. Dus dieren komen steeds meer binnen onze empathiecirkel, zou ik zeggen. Ik moest hier ook denken door het verhaal van Claudia. Denk ik, dat is echt heel vreemd. Ooit waren wij blanke mens, soort van het hoogste, en de rest helemaal niks. Dan krijg je langzaam besef dat er andere rassen zijn. Die komen binnen onze wereld van begrip. Ik kan me heel goed voorstellen dat apen, die toch echt zo nauw aan ons verwant zijn, en ik bedoel, wij verschillen minder van apen dan een giraf van een vis verschilt of zo. Dus wij lijken als mensen soms te vergeten dat wij ook dieren zijn. En het verschil is dus niet zo groot. Of er zijn veel verschillen, maar tussen dieren zijn veel meer verschillen dan bijvoorbeeld tussen een aap en een mens. In ieder geval, die studie van de Raad voor Dieraangelegenheden liet wel zien dat steeds vaker dieren, en dat zijn dan nog vaker huisdieren, maar ook wel landbouwhuisdieren, dat we daar meer begrip voor opbrengen of dat we ze ook hoger inschatten. Bijvoorbeeld dat we in ieder geval goed voor ze moeten zorgen. Dat is nu wel echt, weet ik veel, 90% van de Nederlanders vindt dat. Je moet er goed voor zorgen. Ze moeten hun natuurlijk gedrag kunnen uiten. Dat staat nog mijlenver af van wat we doen in onze acties. Maar goed, we vinden het in ieder geval. Daar zit best wel mooie hoop in, vind ik. Maar wat daar bijvoorbeeld ook uit naar voren kwam, was dat 25% van de mensen aangaf dat dieren en mensen gelijkwaardig zijn. Dat vond ik bizar om te lezen, want zo zit onze maatschappij niet in elkaar. Als het dus gevraagd wordt, denken we, ja, we zijn gelijkwaardig. Oftewel, een mens, net als een dier, zou gewoon het recht hebben om, niet dat we hetzelfde zijn, we hebben niet dezelfde behoeftes, maar wel dat we op dezelfde manier onze eigen behoeftes moeten kunnen vervullen. Zo. Dus 25% van de mensen vindt dat. Nou, dan ben ik heel benieuwd waar de toekomst ons brengt daarin. Dus daarom denk ik dat de verandering kan zo snel gaan. Dat is mooi. Het laatste wat ik hier ook nog net over dacht, is bijzonder dat het woord speciesisme, ik weet niet of iedereen dat kent, maar dat wij als mens heel erg verschil maken tussen tussen soorten en de ene soort heel anders benaderen dan andere. Dus waarom vinden we het inderdaad dan heel schokkend als iemand een aap eet, of nu ook als mensen honden eten. In China eten ze honden en dan denken die mensen zijn knettergek. En er is niet zoveel verschil in intelligentie of gevoelsleven tussen een vark en een hond. Dus waar wij dat verschil maken is helemaal cultureel bepaald. Dat maakt het ook interessant, want daardoor is het ook aan verandering onderhevig. Wat namelijk ook vaak is onderzocht, is dat hoe noemen we dat? Denying animals' mind. Dus dieren die we eten, dus zo'n aap, zo'n zwart aapje wat gegeten wordt. Misschien wordt hij gegeten omdat hij zwart was. Of omdat ze vinden dat hij er niet mooi uitziet. Andersom werkt het ook. Dat is ook psychologisch aangetoond. Dus als je een dier eenmaal eet, dan schat je zijn intelligentie lager in. Dan schat je hun gevoelsleven lager in. Dus mensen, ook studenten, biologie en diergeneeskunde, geloof ik, in Italië onderzocht, schatten dieren die wij eten als veel lager in de rangorde van cognitieve vermogens, nergens op gebaseerd. Maar dat maakt het natuurlijk wel makkelijker om je consumptiepatroon zo te houden zoals het is. Want dan denk je, een hond is nou eenmaal slim en een varken moet opgegeten worden. Dus nou ja, ik vind het veelbelovend dat die dingen dichter bij elkaar komen te liggen en dat mensen een betere begrip wereld krijgen voor de niet-menselijke dieren, de andere dieren. Dus dank jullie wel. Dat even. Goed, dan wil ik de sprekers, Johannes Müller, Claudia Zeller, Frederike zit er al, en Esther natuurlijk uitnodigen om hier plaats te nemen. Om tenslotte nog even met elkaar in gesprek te gaan over dit interessante onderwerp. En ook om de zaal, mocht daar behoefte aan zijn, gelegenheid te geven om zich te mengen in deze discussie.
dankjewel. Ik wil even aanhaken wat jij net zei over die gelijkwaardigheid van dieren, of eigenlijk die er niet is. En hoe mensen daar allerlei neutraliserende, ook weer onschuld eigenlijk, proberen te bedenken in hun gedrag. Daarmee ook goed te praten eigenlijk. En je zei iets over huisdieren. Is het dan allemaal egocentrisme, dus de omgang met dieren, of is er wel degelijk ook een heel vruchtbare relatie tussen mensen en dieren mogelijk? Ja, zeker, volgens mij. Ik denk dat mensen enorm genieten van het ontmoeten van dieren. En dat is ook waarom je heel graag een hond in huis wil, of naar een dierentuin gaat. Of we observeren elkaar als mensen, maar dat vinden we tussen diersoorten natuurlijk ook interessant. Dus je kunt ik zou zeggen, je kunt het een ontmoeting noemen. Ja, het deed me denken namelijk, in het boek beginnen wij daarmee. Daar is een heel beroemd essay van John Berger, een grote kundige op het gebied van eigenlijk allerlei manieren van kijken. En hij heeft ook een essay geschreven dat heet Looking at Animals. En daarin beschrijft hij een mevrouw die op een gegeven moment een prijsvraag wint. En dan mag ze een wens laten uitkomen. En de wens is, zij gaat elke dag naar de dierentuin en ze ziet daar elke dag een tijgerin of een leeuwin, ik weet het niet precies meer. En haar wens is dat ze die mag knuffelen, maar ze eindigt in het ziekenhuis. Omdat dat beest er anders over dacht. Dus is het ook allemaal projectie dan, die vriendschap met dieren? We vergeten dus die dieren. We bekijken het vanuit onszelf. Als je nou, ik weet ook niet, als je een hond van iemand ontmoet in het bos, dan vraag je ook aan die hond. Dus je kunt zeggen aan de eigenaar vragen, mag ik hem aaien? Eigenlijk wil je dan die hond vragen, zit je hierop te wachten? Maar we verstaan elkaar zo slecht. Dus je hebt natuurlijk, dieren hebben ook een taal en dieren hebben ook een communicatie, maar wij mensen verstaan ze natuurlijk niet zo best. Dus daarin kan dat nogal slecht aflopen. Dat geloof ik graag, ja. Het Poquito-verhaal, ja. Mede te denken aan dat artikel van Jacques Derrida, L'animal que donc je suis. Dus in het Engels vertaald als The animal that therefore I follow. Dat is een beetje raar, want in het Frans betekent dus ook het dier dat ik volg. Dus het heeft een dubbele betekenis. En daarin beschrijft Derrida hoe hij 's ochtends de douche uitkomt, naakt. En dan ziet hij zijn kat op de gang staan. En die kat die kijkt naar hem. En opeens voelt Derrida zich gewoon een beetje ontheemd en raar. Omdat zijn kat hem dus ziet en waarneemt als naakte man. Dus dat lijkt me misschien wel een iets andere verhouding dan de vrouw die uiteindelijk na een bezoek aan de dierentuin en het ziekenhuis terechtkomt. Ja, het is wel interessant wat je zegt over taal. Kijk, we hebben natuurlijk teksten bestudeerd. Hè? En jij zei al heel terecht, Claudia, van uiteindelijk is dat ook, we zijn op zoek gegaan naar reële dieren in die reisverhalen. Dat is ook wat de Animal Studies eigenlijk bepleit. Van we moeten kijken naar de realiteit en niet alleen naar die projecties van mensen zelf. De dierlijke eigenschappen bijvoorbeeld, maar echt die wezens zelf. Maar ze hebben geen taal, dus ze kunnen niet terugschrijven. Ze kunnen niet over hun ontmoeting met ons schrijven. Wat denken jullie, zijn ze daardoor altijd, lopen ze daardoor altijd achter? Zijn ze daardoor altijd, blijft het daardoor altijd ongelijkwaardig? Mag ik even reageren? Ja, ik denk dat die kritiek op specialisme is natuurlijk wel is moeilijk in die zin. Omdat de meeste dieren die bestaan, daar merken we helemaal niks van. We zijn zo klein dat we daar, dat we ze gewoon niet op kunnen merken. Dus als we het hebben over onze verschillen tussen dieren en ons, dan hebben we het bijna altijd over zoogdieren. En denken van, ja, die zouden toch wel zo'n beetje moeten zijn als wij. Maar ik denk dat we dat geheel aan wat er bestaat, aan leven buiten de mensen, totaal niet kunnen overzien. En die poging om dat gelijkwaardig te maken, of ons te willen verplaatsen, of die bruggen te slaan. Misschien moeten we daar toch in andere concepten ook denken. Niet in de zin van communicatie met andere wezens, maar toch een ander waardering, andere manier van waardering van wat er niet op ons lijkt. En misschien dat wat totaal niet op ons lijkt, want het meeste is fundamenteel anders, weet ik niet. Ja, toch wel behoorlijk anders, ja. Nou, ik zie dat je jongste fan inmiddels op... Sorry, ik moest haar ophalen en het was niet anders mogelijk om nog tussendoor naar huis te gaan.
Heel veel van de bijdragen die gaan over framing the animal, ook in een koloniale context. Je hebt daar mooie voorbeelden van gegeven, Claudia. Jij ook in het, wat betreft het namen geven aan dieren. Dat is ook heel duidelijk geplaatst in tijd, in de koloniale periode. Zien jullie nou ook dingen die uit het verleden, die in het heden nog actief zijn wat dat betreft? Dus erfenissen van het kolonialisme in de manieren waarop wij omgaan met dieren in de huidige tijd? Nou, ik denk dat wat ik net zo'n beetje noemde, de Indiana Jones of Frink Vonk manier, dat toch echt nog soort een modus is waarop wij natuur in de media te zien krijgen. Dus je trekt de wildernis in en die wereld is dus ook nog totaal onontdekt voor mensen. Terwijl je helemaal niet over nadenkt dat er andere mensen zijn die al heel nauw contact daarmee hebben en heel veel daarvan weten. En ik denk dat de etnobiologie en de etnobotanie, dat die sinds de jaren 80 daar grote veranderingen ook hebben gebracht om te laten zien dat andere wezens, planten en dieren toch al in contact met mensen stonden en dat daar hele andere toegangen tot die niet-menselijke wereld al waren voor ons. Maar dat we daar ook naar moesten uitkijken. En bijvoorbeeld ook zoiets als, ik moet even de auteur van dit boek kwijt, The Green Colonialism. Dus misschien moet je mee. Nou, dat wij, hoe wij natuur willen beschermen in andere werelddelen, dat altijd toch vanuit zo'n soort koloniale modus gebeurt. Maar als hier een paar wolven rondrennen, dan moet gelijk alles weer veilig gesteld worden. Je ziet natuurlijk overal sporen van het koloniaal verleden. Het kolonialisme was gebaseerd op het principe van uitbuiting van andere mensen die niet op witte mensen lijken in de eerste plaats. En ook op alles wat natuur is en dus ook in zekere zin anders. En die sporen zie je overal in Amsterdam op straat en ik denk overal ter wereld. Niet alleen in hoe we omgaan met dieren, maar in gewoon hier op het spui bijvoorbeeld. En Rick, jij schrijft zelf volgens mij in jouw bijdrage ook over allerlei toeristische attracties met dieren. Dus juist gevechten die georganiseerd worden. Misschien kan je daar iets over vertellen? Zeker. Ik heb een hoofdstuk geschreven samen met een collega die inmiddels in Taiwan werkzaam is, Judith Bosnak. Waarin we proberen om Nederlands-Indische reisliteratuur en Indonesische reisliteratuur met elkaar te vergelijken vanuit een beetje multidisciplinair perspectief. En je ziet dat aan het begin van de 19e eeuw, Johannes weet er alles van, wetenschappers naar Indië worden gestuurd in opdracht van de Nederlandse staat. Dus koning Willem I die geeft aan Reinwart de opdracht om als eerste naar Indië te gaan en daar vooral ook op te letten wat betreft de dierenwereld allemaal te vinden is. Dus welke dieren zijn geschikt om huiden van te verzamelen, welke vissen kunnen worden gegeten. Een hele lijst met vragen worden aan hem meegegeven, allemaal gericht op die exploitatie. Tegelijkertijd zie je ook dat het dier een vorm van amusement heel snel wordt. Want zij komen daar natuurlijk terecht in een land met vreemde gebruiken, vreemde tradities in de ogen van de Nederlanders. Wat dat betreft is het tijgergevecht, of het gevecht tussen buffel en tijger, heel erg exotisch voor veel van die Nederlandse reizigers. Tijgers en een tijger en een buffel tegen elkaar worden opgehitst en het gevecht aan moeten gaan. Dat groeit inderdaad uit tot een soort toeristische attractie al heel snel in de 19e eeuw. Maar daar wordt door Indonesiërs ook weer een soort symbolische waarde aan toegekend. Want de buffel die werd gezien als het sterkste. Dus van de buffel dacht men, en in de meeste gevallen was het ook zo, dat hij van de tijger zou winnen. En de buffel was dan weer een symbool van Indonesië, van de Javanen. Terwijl de tijger werd gesymboliseerd door de Nederlanders. Of de Nederlanders symboliseerden de tijger. Dus in die zin had het ook een soort politieke implicatie, ook een symbolische functie. En Indonesiërs die keken natuurlijk wel heel anders naar hun eigen dierenwereld. Dus die tijgergevechten die kom je bij Indonesische of Javaanse reizigers in de 19e eeuw niet op die manier tegen. Nederlanders die gebruikten dat echt om de Javanen weg te zetten als anders en onbeschaafd. En kijk eens hoe zij met hun dieren omgaan. Terwijl iemand als, ik heb mezelf bezig gehouden met Frans Wilhelm Junghoorn bijvoorbeeld, een Duitse ontdekkingsreiziger tussen aanhalingstekens in het midden van de 19e eeuw.
Die zichzelf als een dierenvriend neerzet. En iemand die zelf zegt van ja, we moeten geen vlees eten. Al in het midden van de 19e eeuw. In dezelfde tijd dat ook de dierenbescherming begint op te komen. En dat soort zaken. Dus de dier wordt daar echt gebruikt als een middel om de javaan tot de ander te maken. Ja, mooi. Zijn er vragen uit de zaal? Misschien is dit een goed moment om ook... Ja, ten eerste, dank jullie wel. Het was echt geweldig, heel interessant. En de vraag is, de mens heeft altijd dieren uitgebuit. Als je naar Egypte, naar de oude Egyptenaren kijkt, naar China, naar overal. Waar altijd naar India met de heilige koe. Toch eten we koeien en toch eten we schapen. Maar het zijn wel ook heilige dieren. Ik bedoel, daar zit de vraag in van hoe gaan we ermee om, vind ik. Ja, wat ik in de reisverhalen ook wel zie, is dat er ook met heel veel liefde naar dieren wordt gekeken. En daar kunnen we allemaal heel cynisch lezen. Van dat is allemaal strategie en dat is allemaal een verhullen van dat ongemak. Maar ik zie toch ook wel veel reisschrijvers, Frank Westerman bijvoorbeeld. Ik heb zelf een bijdrage geschreven over Leonard Huizinga, de zoon van Johan Huizinga. Die ook allerlei reisbeschrijvingen schreef over hoe hij zelf met de dieren reist. Liever dan met mensen. En ook echt zegt dat is een les in geluk. Als ik gewoon in mijn tuin zit al en vogels hoor en met ze eigenlijk praat. Dan heb ik een ander soort contact. Dat is eigenlijk wat jij ook net zei. Wat hij heel grappig doet in die bijdrage is die verhaaltjes publiceren. Maar dan met gravures van 100 jaar eerder. Waarin dus avonturiers worden verbeeld. En dan die dus inderdaad op nijlpaarden rijden. Of ze proberen te vangen. Daarmee maakt hij zichzelf eigenlijk een anti-avonturier. Maar ja, nogmaals, er zit dus ook wel een soort oproep in van er is ook een mooie manier om je tot die dieren te verhouden. Ik stel tussendoor even een vraag aan haar, want ze wil ook graag iets zeggen. En jij gaat deze zomer ook een dier zoeken, heb je me net verteld. Welk dier ga je zoeken? Een esculaapslang. Een esculaapslang. En is die groot? Ja, hij kan 2 meter lang worden. Nou, dan weet u dat ook. Misschien zijn er nog meer vragen uit de zaal. Hij komt in Duitsland voor en Oostenrijk. En waar ga je dan kijken? In Oostenrijk. Weet u dat ook? Dank voor een heel interessante boekpresentatie. Ik had meerdere vragen, maar ik zal me beperken voorlopig tot 1 vraag. U had het over, meneer Muller, in Indonesië en de hulp die onder andere Bleker kreeg. En ik moest denken aan journalisten wereldwijd die fixers hebben over de hele wereld. En die eigenlijk bijvoorbeeld in Afghanistan of waar dan ook VS niets kunnen doen. Behalve als het niet voor die fixers waren. Ik weet niet of u de term fixer kent. Fixer bedoelt u? Ja, van een journalist. Is voor de 19e eeuw of is dat... Nee, voor hedendaag. Ja, ja, maar dat gebeurt precies hetzelfde. Ja, dat die fixers weer geen erkenning krijgen. Ja, ja. Of bijna nauwelijks. Dus je ziet BBC en NOS vanuit Afghanistan bericht geven. En daar gebeurt niets mee in termen van dankzij onze fixers. Dus ik vroeg me af, hoe is dat dan... Ja. Hoe kijkt u daar nou dat die fixers dus ook geen erkenning... ook voor milieuprogramma's, natuurprogramma's en noem maar op? Ja, dat is interessant. Ik heb daar niet echt over nagedacht. Maar het zijn natuurlijk een beetje de Sherpa's van de journalistiek misschien. Het hangt waarschijnlijk ook een beetje daarvan af hoe groot die rol is. Maar normaal gesproken zou dat natuurlijk toch wel in... de productie van zo'n programma vermeld worden. Bij alles wat we doen zijn natuurlijk meer mensen achter de schermen actief dan we op de voorgrond zien. Maar dat daar nog steeds op dat daar ongelijkheid in spel is, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik zou toch wel hopen dat het misschien minder erg is dan in de 19e eeuw. Hoe met
inheems personeel werd omgegaan, bijvoorbeeld in Nederlands-Indië. Ik weet niet of daar directe vergelijkingen te maken zijn met zo'n soort koloniale houding in natuurdocumentaires of überhaupt media nu. Maar misschien wel iets om ons bewust van te worden. Hè? Dat we altijd toch een beetje de ster op televisie hebben. David Attenborough of wie dan ook die dan het voor ons vertelt. Maar we zien niet wie daar allemaal achter zitten. En niet alleen maar David Attenborough. Ook vanuit andere landen wordt ook niet de aandacht of nauwelijks aandacht aan fictie gegeven. Dus. En geen kritiek op Richard op Attenborough, want dat is geweldig om te kijken. Maar ja, interessante vraag. Ik heb daar niet echt meteen een antwoord op, maar... Ja, sorry dat ik je misschien tegenspreek, maar in veel documentaires worden fixers wel genoemd. Niet op de NOS, CNN, de BBC, noem maar op, daar wordt de fixer niet genoemd. Maar wel in de documentaires die over die... die ja. Ja, het zou veel meer moeten, ja. Wat ik vaak wel kwalijker vind, dat er dan lokale bevolking ingebracht wordt om te illustreren van... oh, het is hun oud geloof zegt dat deze apen heilig zijn, maar natuurlijk is dat onzin of zoiets. Hè? Dat het een beetje weer als de ander die dan een beetje een belachelijke toegang tot die dieren heeft. En dat is iets wat denk ik ook minder geworden is, maar dat zie je ook nog wel. Hè? Zijn er nog andere vragen uit de zaal? Ja, het sluit er een beetje bij aan. In Claudia's verhaal, je had gezegd dat je had ook vergeleken de koloniale reisverhalen en de postkoloniale reisverhalen, toch? En die blik is nauwelijks veranderd, zei je dat nou? Nee, ik beperk me tot echt koloniale reisliteratuur. Want Suriname werd natuurlijk pas in 1975 onafhankelijk. En ik heb gekeken naar 12 reisbeschrijvingen uit voornamelijk de 19e eeuw. Oh, okay. Maar wel een aantal reisbeschrijvingen van voor 1863, dus de afschaffing van de slavernij. Hoewel het nog 10 jaar duurde voordat de slavernij echt beëindigd werd, althans in Suriname. En tussen die twee data was er eigenlijk geen verschil. Oh, op die manier. Oké, interessant. Dank je. Paul, ja? Even op de microfoon. Ik vond hier het contrast wat je gemaakt hebt tussen die twee apensoorten, dus het doodshoofdaapje en de slingeraap, erg interessant. Nu zijn er natuurlijk in Suriname nog allerlei andere soorten apen. Je hebt dus de apen die wat groter zijn dan de slingerapen, zoals de brulaap bijvoorbeeld. En je hebt soorten die kleiner zijn. Dus als het doodshoofdaapje, zoals de leeuwaapjes, de klauwaapjes. Kun je dan dit ook... dat contrast, kun je dat dan ook zien bij die andere apen? Is bijvoorbeeld naarmate de apen kleiner zijn, dat ze eetbaarder zijn? Of juist niet, dat ze schattiger zijn? En de brulaap, wordt die meer gegeten of zo? Of... Dat is inderdaad een interessante vraag. In de meeste reisverhalen die ik heb bestudeerd, en ik heb niet alles wat er is kunnen lezen... was het vooral zo dat kleine aapjes als schattig, huisdierachtig werden benaderd en beschreven. En grotere apen dus meer als eetbare apen. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk belangrijk om te beseffen dat veel van de reisbeschrijvingen werden geschreven door missionarissen. Dus die niet echt een biologische achtergrond hadden. En die ook niet per se... geïnteresseerd waren in het vergaren van kennis over de natuur... maar weer geïnteresseerd waren in het bekeren van mensen. En soms stond er ook gewoon een kleine aap of een aapje... zonder dat het te achterhalen viel om welke aap het precies gaat. Laatste kans. Ja? Ik vond Claudia, dat vond ik nog wel een soort echt opvallend. En toen dacht ik, misschien kijk ik dus echt heel anders
al naar dieren al dan gewoon maatschappelijk nu normaal is of zo. Ik vond het zo echt frappant dat het soort het bezitten van een dier is dus een soort heel normaal iets voor mensen blijkbaar. Dus dat aapje was dan een symbool van vrijheid. Terwijl ik dacht, ja, daar zit een soort lijn in van dan heb je dus een volgens... Ja, die zit daar met een ketting aan een boom of zo en dan mag die op je schouder. En ik vond dat eigenlijk ook nog wel gek. Toen dacht ik, oh ja, dat daar, ja, kwam je daar... De interpretatie van de huisdieren is een koloniale interpretatie. Want als je goed kijkt, dan zie je eigenlijk dat de marrons in de jungle meer op een haast gelijkwaardige manier samenleven met die aapjes. Dus het is niet echt een relatie tussen aapje en baasje, maar een relatie die Donna Haraway bijvoorbeeld zou beschrijven als making kin. Dus nieuwe relaties aangaan met niet-menselijke dieren. Maar door de koloniale ogen van die reisbeschrijvers die ik dus heb bestudeerd, wordt het wel als een relatie tussen huisdier en baasje geframed. Maar dat is het, denk ik, niet per se. Nee, ik vond het living apart together zo. Ja, wel een interessante blik. Ja. De allerlaatste vraag. Ik ben benieuwd naar de reisliteratuurcentrum in Leiden. En ik had begrepen Nottingham en Nijmegen of zo. Zou je daar iets meer kunnen over vertellen en wat de volgende projecten zijn? En of jullie ook reisliteratuur in de oudheid hebben, of dat ook een vakgebied is? Een hele goede vraag. Volgens mij de internationale travel writing studies die gaan over alles. Dus vanaf de klassieke oudheid tot vandaag de dag. He, dus reiselementen bij Homerus, zullen we zeggen, tot blogs van, hoe heet dat ook alweer? Leerlingen die na een middelbare school een tussenjaar nemen en daar op reis gaan en daarover schrijven. Dus aan alles daartussenin. In Leiden hebben we veel focus, denk ik, ook op de koloniale reisliteratuur. Niet uitzonderlijk, maar wel veel. Ook door de aanwezigheid van de werkgroep Indische Letteren in Leiden. Het onderwijs, dus we geven ook college over reisliteratuur in Nederland. Ja, zeker. Ja. En in Nijmegen zit een groep die zich bezighoudt met toerisme-studies. Ja, toerisme-tekst en ook met name die blogs en documentaires. Dus ook. Maar moeten die mensen ook moeten leren? Stel dat ik een jaar in Provence, hoort dat ook bij reisliteratuur? Sorry? Dat is vroeger een boek die heel populair was, een jaar in Provence bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is een interessante kwestie. Veel van het onderzoek naar reisliteratuur, al die monografieën waar ik over kon beginnen met een uitgebreide paragraaf over hoe dat genre niet te definiëren is. Omdat wat je nu ziet is, ook dat was ook zo in die Bob den Elprijs steeds de discussie van de journalisten die een tijdje ergens zitten, die reizen tijdens het schrijven. Of misschien wat in wat ze beschrijven niet per se, maar ze zitten wel in een vreemde omgeving en beschrijven die. Wanneer zeg je nou, moet iemand het zelf meegemaakt hebben, de reis? Of moet iemand ook echt een reis beschrijven? Er zijn allerlei discussies over denkbaar. En het gemakkelijkste is om het allemaal erbij te betrekken. Omdat het voortdurend wel gaat over de ervaring van een nieuwe omgeving. En wat dat doet met, of wat het contact eigenlijk doet. Het wordt ook wel een van de meest sociale genres genoemd daarom, omdat het bijna altijd gaat over cultuurcontact en ook contact tussen mensen en dieren en omgeving dus. Maar dat genre is niet af te bakenen, dat is echt niet te doen. Maar het is een belangrijk genre inderdaad, omdat je hebt natuurlijk allerlei historische bronnen, feitelijke bronnen. Ja. Maar als je wil weten hoe mensen dachten in een bepaalde periode, dan is reisliteratuur wel een hele fascinerende onderzoeksbron. Ja, en wat ook interessant is, vind ik zelf aan het genre, is dat het heel vaak in kranten of in tijdschriften is verschenen. Dus Rick noemde al Avenue bijvoorbeeld in Nederland. Slecht bewaard dus ook. Dus het is vaak niet meer zo goed te vinden, tenzij het gebundeld is door auteurs die dan wel ook naam hebben gemaakt, vaak met romans. Dus Jan Kramer of Cees Notenboom. En dan vaak ook zonder al die foto's erbij, die het soms ook best wel ingewikkeld maken, die foto's. En dan wordt het eigenlijk ineens een wat chiquer genre. Maar dat zijn allemaal wel interessante kwesties die rondom dat genre ook hangen. En ook die waardering bepalen voor het genre. Dat het zoiets tussen journalistiek en fictie heeft eigenlijk. Daarop aansluitend, je
Ja, u bedoelt wanneer? Of in het reisgenre. Nou, zeker in de moderne tijd, maar traditioneel heel weinig. Dus daar is ook wel veel onderzoek naar dat eigenlijk een lange tijd het reizen juist ook voorbehouden was aan mannen. En dat het ook niet veilig was voor vrouwen overal. En daar nu zie je dat dat eigenlijk ook ja, gedemocratiseerd is, omdat het reizen ook gedemocratiseerd is. Dus dat er veel meer andere stemmen ook in die reisliteratuur terechtkomen. Ja. Goed. Nou, ik denk dat het een mooi moment is om af te ronden. Als u meer informatie wil over het boek en over de aanschaf van het boek, dan kunt u achterin terecht. Het is misschien leuk om te weten dat, omdat het boek ook voortkomt uit een onderzoeksproject, dat het ook open access verschijnt. Dus dat u het een deze dagen als e-book gratis kunt downloaden, zodat het voor iedereen toegankelijk is. En ik wil u heel graag uitnodigen om het glas met ons te heffen op de verschijning van het boek. Dus er wordt achterin een glaasje geschonken. Veel dank voor uw aanwezigheid en een hele fijne avond.